Rides.nl, de virtuele rit van je leven. Op 14 mei opent Duinro hun nieuwe achtbaan, waarvan de naam nu nog onbekend is. Vandaag mochten de 40 testrijders alvast plaatsnemen in de nieuwe achtbaan en wij testen mee. Voor mij Hans Simons, testpiloot. Een eerste reactie, hoe vind je de achtbaan? Ik vind hem goed. De eerste rit was gelijk mijn muts al afgewaaid. Die zat niet helemaal. Die moet je, als je een petje op hebt, moet je hem even vastzetten, want anders waait hij af. Is hij comfortabel? Hij is zeker comfortabel, ook met mijn lengte. Dat is ook wel eens een keer een probleem met achtbanen met schouderbeugels, maar ja, het zit heerlijk. Wat vind je het leukste stukje van de achtbaan, dat je denkt van nou, daar ga ik nog een keer voor terug? Ik heb geen verstand van elementen, maar dat laatste keer over de kop, bungelen, hangelen zeg maar, waar je echt lekker even met de voetjes van de vloer loskomt en lekker in je beugel hangt, dat vind ik het leukste stukje. Vind je het een aanwinst voor Duinro? Ja zeker, voor Duinro zeker. En voor Nederland ook. Want hij is, jij bent achtbaankenner, hij is uniek in Nederland hè? Ja, hij is zeker uniek in Nederland. Niet uniek van de Benelux qua type, maar wel de beste van de Benelux van dit type. Dankjewel. Mevrouw Schoenbach, u bent de buurvrouw van Duinro. Wat vindt u nou allemaal van wat er in uw eigenlijk achtertuin gebeurt? Allereerst wil ik even vertellen dat ik hier 30 jaar woon en mijn buurvrouw al 35 jaar. En dat we er woonden voordat er een tikibad was. En daardoor is het dus vanuit een theetuin gegroeid tot een attractiepark camping. En dat is dan ook het enige attractiepark in Nederland binnen de bebouwde kom. Hè, in een dorpskern. Wat ik ervan vind, ik vind het allemaal leuk voor de mensen en leuk dat ze plezier hebben. En ik heb niks tegen Duinro, ook niet tegen de revenue van Duinro, maar wij willen geen overlast hebben. En ik heb natuurlijk bij de ingang bijvoorbeeld overlast van de schoolreisjes en andere mensen op de Van Wijnberglaan, de Jagerslaan, die door de heer Derks dan vertegenwoordigd worden, die hebben geluidsoverlast vooral. Van nu al de huidige achtbaan. En hun angst was dus dat dit dus het zou vermeerderen. De Raad van State heeft ook een uitspraak gedaan dat het totaalgeluid dient gemeten te worden en dat dat binnen de 45 decibel moet blijven. Maar hij is toch hartstikke stil zo, als je zo ernaast... Als ik het zo hoor, is het stil en als het zo zou blijven, dan vind ik het prima. Nogmaals, we hebben niets tegen attracties, niets tegen Duinro, maar wel tegen de overlast. Maar de mensen mogen wel van u gillen? Als ik er geen overlast van heb, prima. Ik bedoel, iedereen is toch vrij om te doen en laten wat u wil. Ik heb het idee dat daar een beetje een grap over gemaakt wordt of zo. Het gaat gewoon om het totaalgeluid dat we daar geen overlast van hebben. En dat stelt ook het menselijk stemgeluid mee. Dat is ook de uitspraak van de Raad van State. Corine Duikhuizen, adjunct-directeur van Duinro. Gefeliciteerd, de eerste testrijders zijn er doorheen. De nieuwe achtbaan is open. Er is een hoop om te doen geweest. Kan je absoluut zeggen, maar ik zei met een onwijs trots gevoel. Het is natuurlijk fantastisch. Hier hebben we met z'n allen naartoe geleefd. En de reacties zijn ontzettend enthousiast. Dus ik ben erg blij. Heeft u hem zelf al geprobeerd? Ja, wat denk je? En? Ja, geweldig. Je moet hem een keer beleefd hebben. Je wordt gewoon met een behoorlijke snelheid omhoog getakeld, 22 meter hoog. En dan val je met 70 km per uur naar beneden om vervolgens in een looping kurkentrekkers terecht te komen. Hij is gewoon geweldig. Echt een enorme ervaring. Na zoveel jaar staat hij er dan eindelijk. Als ik nou eens voorzichtig vraag, wat zijn de plannen voor de toekomst voor het attractiepark? Ja, je zult gewoon altijd moeten blijven investeren om gewoon je bezoekersaantallen op peil te houden. Je moet attractief blijven, je moet met je tijd meegaan. Onze vaste Duinro-gasten vroegen al jarenlang om de achtbaan. Nou, we zijn er ook jarenlang mee bezig geweest, dus onwijs blij dat hij er nu staat. En we zullen altijd blijven vernieuwen. Dat geldt niet alleen voor het attractiepark, natuurlijk ook voor Tiki Bad, maar ook voor onze verblijfsgasten. Ik wil u bedanken.